Om de klok te maken moeten de onderdeeltjes voorzichtig uit de plankjes worden gehaald en worden samengesteld tot één geheel. Belangrijk is om bewegende en draaiende delen goed te schuren en van was te voorzien. Daarnaast is het goed om de beweging ook goed te checken en vaak te proberen. Symbolen op de pagina's geven aan waar je extra op moet letten. In dit geval gaat het over het schuren en het werken met was. Het uitroepteken laat zien dat je extra moet letten op de richting of manier van montage. Dit teken laat zien dat het onderdeel goed moet bewegen. Soms moeten prikkers op de juiste lengte worden geknipt of gesneden. Een enkele keer moeten onderdelen nog niet vast worden gemaakt om het pas op een later moment stevig aan te duwen. Regelmatig moet de werking worden gecontroleerd en pas verder gegaan als het inderdaad goed werkt. Een enkele keer moet er gemeten worden en aan de hand van de meting op de juiste lengte worden geknipt of gesneden. Hier wordt gewaarschuwd voor scherpe onderdeeltjes waar je je mee kunt verwonden. Op de plankjes zitten ook reserveonderdeeltjes voor als het even mis is gegaan. Het is aan te bevelen om ook vooruit te kijken om te zien wat de onderdelen verder doen en op elkaar worden aangesloten. De film volgt gewoon het handboek, maar is wel een versnelde weergave. Veel plezier met het bouwen van de klok. We beginnen eerst met het in elkaar zetten van het hulphoutje. Dat komt zo af en toe van pas. Daarna begint het stukje van de minutenklok, een stuk van de as. Even goed opletten op het pijltje op het hout, zodat je de richting op de goede kant hebt. En dat de cirkeltjes eromheen goed glad zijn. Er moet een schakelpennetje worden gemaakt met behulp van een prikker. Hier komt het hulphoutje goed van pas. Het stukje moet op de goede manier tegenover elkaar gezet worden. En dan aan beide kanten het prikkertje zo goed afgeknipt dat het glad is. Een onderdeel wat deel uitmaakt van het schakelsysteem, zodat de uren worden geschakeld. En daar moet dat pennetje beweegbaar in zitten. Altijd goed om het iedere keer even te checken. We gaan een as maken en daar overheen komt het grote tandwiel met aan de andere kant een ring. Die ring moet ook weer goed glad zijn en dan komt de staander. Daar komen wat verbindingsstukjes in. Even op de goede plek letten. Een rondje eromheen en dan kan dat aan het tandwiel worden gemaakt. Daar komt een bijzonder wieltje op. Denk daarbij dat de stip tegenover elkaar zitten en het eerder gemaakte systeempje komt daarop. Het eerder gebouwde onderdeel A1 past daar overheen. Even stevig vastgemaakt op de nokjes. En dan moet het ijzeren veertje vastgemaakt worden aan de haakjes, zodat het een verend geheel wordt. Er moet weer een tandwiel komen met een as. Dit is het aandrijftandwiel. Belangrijk dat de onderdelen goed glad zijn gemaakt. Een tandwiel met tanden aan de binnen- en de buitenkant. Even goed letten op de juiste richting van de tanden. En dan kunnen er 6 tussenstukjes op worden gemaakt. Een deel van de staander, ook weer met verbindingsnokjes.
en alle drie de wieltjes even gecontroleerd op onregelmatigheden en met was bewerkt. Daar komen drie dezelfde tandwielen overheen, die moeten zo soepel kunnen draaien, en in het midden het tandwiel wat ze alle drie moet aansturen. Om de tandwieltjes heen komt een groot tandwiel met de tanden aan de binnenkant. Ook hier weer letten op de nokjes aan de zijkant die tegen moeten houden. En dan komt er een afdeksysteempje overheen, waardoor het systeem wel kan draaien, maar één kant op. Aan de achterkant komt het aandrijftandwiel, asje er doorheen, en daar komt dan een afsluitringetje in, wat ook weer mee moet kunnen draaien. Iedere keer checken of het goed beweegt. Dan moet de cijferreeks er worden opgezet. Is even een nauwkeurig klusje om de stukjes in de gleufjes te krijgen. Nu moet het wiel aan de andere kant erop. En dan wordt het nog lastiger, even goed passen dat het goed in de gleufjes zit, maar ook dat er nokjes tegenover de gaatjes zitten, eventueel af en toe wat bijsturen met het hulphoutje. Dat is een geduldkwestie en pas als alles op de juiste plek zit, heel stevig aanduwen. We gaan een volgend tandwiel maken. Dit is voor de urenwijzer. Ook hier een as. Daar komen geribbelde wielen overheen. En twee afsluitrondjes. Ook weer goed glad gemaakt natuurlijk. Een bijzonder wiel waar tussenstukjes op moeten worden gemaakt. In het wiel zitten 12 inhammen, voor ieder uur natuurlijk eentje. Het eerste onderdeel daar keurig bovenop. En dan komen er nog eens een keertje 6 verbindingsplankjes. De reeks met de uren. Ook hier weer nauwkeurig op zijn plek brengen. En met geduld en precisie de tweede ring eroverheen. Het is allemaal waar versneld weergegeven, want het kost gewoon tijd om het op het gemak op zijn plek te krijgen. Er moet opnieuw een onderdeel gemaakt worden met een wieltje erop. Onderdeeltjes op de juiste plekken goed in elkaar. En ook hier een veertje, zodat de urenwijzer iedere keer op zijn hele uur blijft staan. De staander kan eraan gezet worden en dan mag het verende palletje even uitgebogen worden, zodat het in de ribbels valt. Nu eerst de minuten op de grondplaat. Je kunt even goed uitproberen of het functioneert en of het inderdaad gaat schakelen naar de uren. En dan kan de urenrol erbij. Moet er even goed over de as worden geschoven en als het daar aansluit op de bodemplaat vastgezet. Nogmaals checken
of die de uren meeschakelt. En dan gaan we het volgende stukje doen. Een asje met daarbij een aantal tandwieltjes. Tandwieltjes ook even gecontroleerd en met was bewerkt. Geheel komt in een groter tandwiel. De staander kan onderaan op zijn plek worden gezet. Bovenaan moet hij nog niet worden vastgezet, want er moet eerst nog een tandwielsysteempje tussen worden gefrunnikt. Dat moet aansluiten op de tandjes van het andere tandwiel natuurlijk. En als het allemaal aansluit, kan het goed worden aangeschoven. De opwindveer, daar moet een stukje voor gemaakt worden waar dat in vast komt. Ik heb de veer in het plastic gelaten om mijn werkblad tegen het vettigheid te beschermen. Het eindstukje moet daar goed in worden geschoven. En dan komt daar het andere ringetje overheen. Moet even stevig aangeduwd worden. Dan beginnen we met het hele grote tandwiel, waar een achttal verbindingsstukjes op moeten komen. Ook op het volgende wiel moeten 8 van dat soort stukjes komen. En daar komt de veer in het midden te liggen. De ring moet daar opgeplaatst. Ook hier weer stukje bij beetje voelen dat het stevig zit en dan goed aanduwen zodat het vast komt te zitten. Er komt op het juiste plekje nog een prikketje doorheen. Dat is straks het eindstukje van de veer. Er komt een tandwiel met de tanden één kant op. Even weer letten op de juiste richting. En een wiel met tanden aan de binnenkant. Aan de andere kant komen ook een drietal wielen met de tanden één richting op. En alles natuurlijk goed glad gemaakt en even gecontroleerd. Een aantal onderdelen die ervoor zorgen dat het systeem één kant op kan bewegen, werkt als een soort ratel. De nokjes erop gezet in de juiste richting, dan past het tweede deel er goed overheen. In de juiste richting ook weer. Hele kleine wieltjes moeten daarin geplaatst worden. Lastig om die glad te krijgen. En dan kan het eerder gemaakte wiel daar overheen worden geschoven. En je zult zien dat het ratelt. Nog een keer. Een tandwiel, ook met een ratel en een afdekringetje. Even goed controleren of het allemaal keurig recht zit en goed aansluit. Twee tandwieltjes aan elkaar. Let even op het streepje voor de juiste richting. En daar moeten er 3 van worden gemaakt. Het volgende wiel, in het midden weer verbindingsstukjes en hier komen een aantal prikkertjes in, handig om daar een houtje voor te gebruiken door te duwen. Er komen tandwieltjes over de prikkertjes heen.
met een afdekplaatje daaroverheen. Kunnen de puntjes daarna worden afgeknipt. En weer een aantal verbindingsnokjes worden geplaatst. Even let op de juiste richting. En opnieuw een wiel met een ratelsysteem in de juiste richting plaatsen natuurlijk. Het geheel kan nu worden gecombineerd. Tandwielen moeten even goed aansluiten op de tanden van het binnenwiel. En dan kunnen de grote staanders aan de zijkant erop worden gezet. Even op de juiste plaats worden geschoven. In eerste instantie op hun plek en pas in tweede instantie heel stevig aanduwen. En de laatste komt alleen bovenaan vast. Aan het werk met de opwindslinger. De centrale as bestaat uit twee stukken, een aantal ringetjes die allemaal goed moeten kunnen draaien. Die komen daar in dat draaisysteem met daar een tandwiel achter en een afdekring. De slinger paar wieltjes daar waar een groter rad omheen draait, zodat het allemaal straks makkelijk op te draaien is. Het systeempje om het geheel te blokkeren met een borgpennetje. En dan komen de lange staanders. Hier eerst het mechaniek om het op te winden. En het remsysteempje. Dan kan de tweede staander daar tegenaan. Even stevig vastzetten en met behulp van nog een tussenstuk nog meer verstevigen. We gaan de opwindhendel plaatsen. Ook hier een borgpennetje. En natuurlijk even checken of het werkt. Nog meer staanders. Met verbindingstukken aan elkaar gemaakt. Verstevigd met nog een rek. En er komt nog een keer een rek. En nu zijn beide zijkanten wel gelijk. De lange staander met het opwindmechanisme tegenover de veer. En natuurlijk moet het tandwiel aansluiten op het bovenste tandwiel. Stevig worden geplaatst, goed vastgemaakt.
En we zijn natuurlijk pas tevreden als het inderdaad ook werkt. Daar komt dan het systeem met de tijden bovenop. Dat is allemaal op dit moment natuurlijk op zijn kop gebouwd. En ook hier moet het allemaal even goed op zijn plek en aansluiten op de tandwielen. Goed checken, goed kijken dat alle puntjes vastzitten en op de juiste plek. De andere twee staanders kunnen worden geplaatst. Ook hier stevig verbinden, goed aan laten sluiten. De grote ring komt erop, die vormt de bodem van het geheel. En voor de stevigheid komen daar nog een aantal stukjes tussen. Met behulp van kleine stukjes elastiek wordt ervoor gezorgd dat het geheel stevig staat en niet gaat glijden. Ik heb de elastiekjes soms even wat smaller geknipt, zodat ze wat makkelijker ertussendoor vallen. De bovenste ring kan erop. Hier moet ook even goed gewerkt worden met wax, zowel in de binnenring als er bovenop, waar straks een tandwiel in gaat lopen. Het raampje voor de uren en de minuten. En dan moeten we het stopsysteem aanzetten, zodat er niet meer vrij gedraaid kan worden. Voorzichtig de veer losgeknipt. Even goed in de gaten houden, want hij kan er behoorlijk uitknallen. En dan is het zaak om het op te winden. Er moeten heel wat windingen voorbij om dat te laten lukken. Het laatste stukje even extra voorzichtig en ervoor zorgen dat hij precies op zijn plek valt tegen het stokje wat daarvoor zat. En dan kun je hem proberen wat op te winden, los te maken en kijken of het functioneert. In het begin heel voorzichtig, want het kan nog wel eens knallen geven. We gaan beginnen met het bovendeel. De eerste pootjes erin gezet. Ook hier weer zoeken naar de juiste verbinding. En dan kan het eerste wiel erop met aan de binnenkant de tandjes.
grote ring erop. En dan in het midden nog een klein verbindingsstukje. Bij dit onderdeel ook de middenring even aan de binnenkant schuren en van was voorzien, zodat die goed kan draaien. Die kan daar bovenop. En dan komt er een ring omheen waar weer van die kleine priegelwieltjes in moeten. En daar het plaatje bovenop. Ook dit moet natuurlijk weer goed kunnen draaien. Het volgende onderdeel. Pagina 40. Twee tandwielen die met elkaar worden verbonden. Een prikker. Voorzichtig daar door het onderdeeltje heen duwen. En daar komt dat tandwielsysteempje op. En dat tandwiel moet natuurlijk aansluiten op de tandjes aan de binnenwiel. Nog een keer een prikker. Twee verbindingsstukjes. Dat geheel moet over het eerder gebouwde stukje, over het prikkertje heen en dan de nokjes goed verbinden. Dan kan dat ene prikkertje worden bijgeknipt. Twee bijzondere tandwielen. Moet weer even goed op de richting worden gelet. Zij bepalen de stappen van de klok. Tandjes moeten natuurlijk goed op elkaar liggen. En dan komt aan de andere kant dat tandwieltje er bovenop met behulp van een verbindingsstukje. Het geheel kan er ingelegd worden en met behulp van een prikker wordt het even gecentreerd. Een onderdeel uit verschillende lagen. Deze gaat straks in het midden de stapjes steeds bepalen. Er komt een haak op die het stappenwiel steeds stapje voor stapje opvangt. Ook hier met behulp van prikkers aan elkaar verbonden. En natuurlijk moeten die scherp worden afgeknipt, zodat ze niet ergens nog uitsteken. Op de prikker komt eerst een houten ringetje, dan een metalen, dan komt dat stappenonderdeel erop en nog een keer een ijzeren ringetje, zodat het straks heel soepel kan bewegen. Met behulp van een hulphoutje even vastzetten, zodat als je het volgende onderdeel erop drukt,
andere dingen niet in de knel raken. Hulphoutje kan er weer uit. En dan kan het restje van de prikker worden afgeknipt. Weer een nieuwe basis. Met de lange haken en de onderdeeltjes erop. Daar komen er nog een stel bij. En er is er eentje die afwijkt. Even opletten waar die zit. Verstevigingsringen. Twee ringen die een schakelsysteem vormen. Er zijn twee verschillende palletjes op. Die komen daar in het midden, moeten ook goed kunnen draaien. En worden weer afgedicht met een afdekrondje. Opnieuw een wiel met kleine nokjes. Dit wiel moet straks soepel kunnen bewegen en een goede balans hebben. Er komen vier stukjes op. En dan met behulp van twee prikkers worden een aantal onderdeeltjes erop gemaakt met een uitstekend pennetje die straks in de haak moet vallen. Het geheel door het wiel en aan de andere kant ook de rondjes erop met als laatste onderdeeltje 150. En dan kunnen de prikkers weer worden afgeknipt. We gaan aan het werk met de spiraal. Dat komt daar in de juiste richting, in de juiste draaiing, in dat gleufje even goed aanduwen en zorg dat hij mooi recht zit. Dan zie je dat de schakelaars even bij elkaar worden gedraaid. En dan kan de ijzeren stang daar middenin, moet even doorgeduwd worden tot helemaal onderin. Daarop een houten ringetje en een ijzeren ringetje. En dan kan dat wiel met de spiraal erop even doorzoeken dat hij op zijn plek valt. En dan moet de spiraal door het gleufje en dan door het andere plekje. En daar moet het geborgd worden met een prikker. Even ertussendoor gefrunnek. En dan mag het grootste deel van de prikker eraf. Je kunt nu met de schakelaar manoeuvreren. En hem op de juiste plek zetten. En je kunt zien hoe soepel dat beweegt. Er moeten twee onderdelen komen voor de zijkant. Het wieltje hierop moet weer goed geschuurd en gewakt zijn. Die kunnen aan de zijkant er worden tussen gemaakt, even op de juiste plek. Aan de andere kant hetzelfde.
Nadat er twee ijzeren ringetjes tussen zijn gedaan, kan de ijzeren staaf in het centrum worden geschoven. Hij duwt daarmee de prikker eruit. En dan mag het ook weer met behulp van het hulphoutje stevig aan elkaar worden verbonden. Even een precisiewerkje waar geduld voor nodig is. Door nu met de hendeltjes te manipuleren en te draaien aan de haak, komt de middelste pin in het midden van de vork, waardoor die een beweging mee gaat maken. Na controle dat alles keurig recht zit, kun je het wiel in beweging brengen en dan heel voorzichtig het bovenste stuk er links omdraaien, zodat je de stapjes in beweging ziet. Dat kan heel rustig gebeuren en als het goed is blijft die keurig in beweging. En dat net zo lang doorgaan doen natuurlijk, tot je zeker weet dat het functioneert. Onderdelen van de bovenste ring komt een tandwiel bovenop, belangrijk om te controleren op onregelmatigheden. En nog een keer een onderdeel waar in dit geval ook de ring goed glad moet zijn aan de binnenkant. De buitenste ringen eerst voorzien van twee prikkers en dan een paar verbindingsstukjes. Bij twee moet je even goed letten op de positie van de stip. En wat houten ringetjes ertussen. En dan kan het tweede deel van de ring er bovenop. Een boogje eraan. En dan kan de tweede boog gemaakt worden. Hetzelfde principe. Ook hier weer letten op de stip en de tweede boog eroverheen en ook hier een rechtopstaand boogje. Eerder gemaakte onderdeeltje kan daaraan. In het midden een stukje van een prikker en een wieltje. En dan kan het hele systeem voorzichtig worden ingehangen. En het prikkertje precies op de juiste plek. Dan kan aan de overkant het andere onderdeel, even gepieter om hem om de as heen te krijgen. En dan moeten even de andere bogen worden uitgebogen. Maar vervolgens goed worden vastgemaakt. Even controleren of het werkt door het beweegwiel aan te raken en voorzichtig te draaien aan de knop.
zie je dat het in beweging komt en goed functioneert. Als het niet zo is, dan kun je nu nog kijken of je het kunt corrigeren. Aan de ene zijkant komt nog een tandwiel en een afdekringetje. Om het bovendeel te verbinden met het middendeel zijn er nog wat stukjes nodig. Een tandwieltje met verbindingsstukjes komt op het grote wiel. Aan de andere kant een aantal stangen daarop. En dan kan daar een ander wiel op, stevig vastgemaakt, zodat alles goed recht zit. In het midden komt weer een stukje van een prikker. Het bovendeel kan nu verbonden worden met het middenstuk. Even zoeken weer naar alle verschillende verbindingen. Dan kunnen we manipuleren met de schakelaars, eventueel met behulp van een hulphoutje, zodat we op de juiste plek staan. Dan kan het geheel op de klok worden gezet, dus even zoeken naar dat het pennetje in zijn juiste gaatje valt, maar ook de verbinding ontstaat met de tandwieltjes daar middenin. Als het allemaal is gelukt, kan het geborgd worden met drie pennen die daar moeten worden ingeschoven. En als ook het laatste pennetje erop gezet is, is de klok klaar. Door eerst het systeem op slot te zetten en vervolgens met de hendel op te winden, zodat de veer op spanning komt te staan, staat de klok er klaar voor. Door het slot eraf te halen en het beweegwiel aan te draaien, gaat hij in beweging komen. En als het goed is, dan ben je voortaan helemaal bij de tijd.